Verrassing? Ja, een verrassing. Ik ben dol verrassingen. Nou, Ruben, de groetjes dan, hè? Ja, tot zometeen. Ongeveer 5 minuten zijn we terug, hè? Groetjes. Ja, dag. De paper. Wacht, paper. Paniek. Opruimen snel. En hier zit ook een hele rare lijn hier zo. Ben jij ziek, Sinterklaas? Nee. Ben jij oververmoeid van Spanje, van de reis? Ja, het was een hele lange reis. Party Piet. Het spijt me, Party Piet, het spijt me. Vergeef me, Party Piet. Ja, zoals okay. Het zo bedoeld. Zullen we maar binnen laten dan? Hey, lieve kijkertjes, daar zijn we weer. Met de leukste drieling van Nederland. Jalicia. Jada. Jason. En natuurlijk met ons. Melanie. En Ruben. Filmt hij nou? Lol Piet? Filmt hij nou? Ik weet hallo? Het niet. Check, check. Ja, hallo, actie. Zie jij doet hij het? Hallo? Ik zie geen rechts. Ik zie hoor. Niks. Hallo? Filmt hij nou? Oh ja, hij hier loopt de tijd. Oh nee, ja. Oh, hij... oh, we zijn nog 10 seconden bezig. Hij, sorry. Hij, oh. Hallo, ja, lieve kids. Filmt hij echt? Ja, kijk hier. 17 seconden, 18 seconden, 19 seconden. Hallo, kijkers. Hallo, hebben we contact? Oh ja, daar zijn ze, de kijkers. Hallo, welkom allemaal op Good Life. Good Life. Hey, kijk, het kan hey. Wij zijn bij Good Life nu. We hebben even de camera van Ruben gepakt. Ja. Stiekem. We hebben hem even overgenomen. Want we konden Ruben nergens vinden in het huis. Nee. Dus ik dacht, nou ik zie niet de camera liggen. Je dacht, weet je wat, we pakken gewoon even de camera. En we zien wel even wat ermee gebeurt. Ja, maar we gaan gewoon lekker hij draait. Jason, zullen wij Party Piet gaan pranken? Ja. Zullen we wel gaan doen? Ja. Wat wil je doen? Nou, als we die pet nou ergens gaan verstoppen. Ik heb een leuk idee. Ik ga als Sinterklaas verkleden. Ja. Dat doe ik net als ik Sinterklaas ben. Ja. Zullen we dat doen? Niks zeggen tegen Party Piet, hè? Nee, wij gaan maar naar buiten. Want Sinterklaas kleding ligt in de schuur. Dus dit moet dicht. En dan moet Party Piet naar binnen komen. En die mag niet meer naar buiten. Dan kunnen wij omlopen. Dan gaan wij even wat halen. Ja, zullen we dat doen? Party Piet moet even naar binnen komen. Ja, inderdaad. Zeg eens even hallo tegen de kijker. Hallo. Hallo. Wat zei jij ja? We moesten naar... Wat zei jij tegen ons? We moeten even naar binnen, dan we gaan even wat doen hier buiten. Ga jij naar binnen? Nee. Wij naar binnen. Oh, we gaan gewoon even naar binnen. Ik hoor dat wij even naar binnen moeten, dus we gaan gewoon even naar binnen. Ik heb geen flauw idee. Ik heb ook geen flauw idee wat we gaan doen, precies. We moeten naar binnen. Ja, we hebben hier... Oh ja, ook nog even belangrijk. We hebben hier een beetje een troep gemaakt. Kijk maar even hier beneden. Okay. We hebben hier namelijk pepernoten zitten strooien. Moeten we wel even opruimen of niet? Ik denk namelijk als Sinterklaas de troep ziet, dat Sinterklaas een beetje boos gaat worden, denk je niet? Wel. Ja. Party Piet. Ja, Ruben. Moet ik er vandoor. Toch Jason, wij moeten weg even, hè? Ik kon je wel nergens. Wij zijn zo meteen zijn we terug. Ja, dus we moeten even wat kopen. Nee, hey, nou, we zijn net hier, Ruben, voor jullie. Ja, maar we moeten even weg. We gaan even iets leuks doen. Maar Ruben, we zijn op bezoek bij jullie, toch? Ja. Ja, maar het wordt heel leuk. Het is maar het maakt niet uit. Ik en Jason en Lopie. Ja, oh, wij blijven hier. Ik vind het een klein beetje vreemd, want we zijn namelijk net hier en nu gaat Ruben en ik er weg, maar oké. Okay. Wij komen zo terug, het wordt hartstikke leuk, joh. Ik ben zo terug, Lof Piet. Ik ben Pablo, dat is Lof Piet. Zo. Kijker, ze gaan nu dus weg, dus ik weet niet waarom ze weggaan. Weet jij waarom ze weggaan? Ja. Waarom ze nou weggaan? Weet ik niet. Nee, ik weet niet. Hij heeft niks in de gaten. Even wachten. Is het dicht? Kijk eens om het hoekje. Het is dicht. Oké, kom. Hier, schuur in. Hier, deze schuur. Kom. Kijk, papa heeft hier de staf van Sinterklaas. Ja. Zie je dat? Ja. Hier, daarboven. Er ligt de staf van Sinterklaas. En als het goed is, liggen papa zijn kleding hier ook van Sinterklaas. Heeft papa daarin gestopt. Daar komt aan de deur. Ik dacht, zacht druk. Nee. Daar komt aan de deur, geklopt. Achteruit klopt de kapot. Daar komt aan de deur, geklopt. Wie zou dat zijn? Dat is mijn kind. Dat is Zwarte Piet, mijn kind. Ja, ik kan nu even naar voren. Ben jij dit jaar lief geweest, grote vriend? Nee. Ben je niet lief geweest? Kira! Nee, ja, we waren net dus aan het praten over de liefde van Jaden. Ja. Jaden is verliefd op Kira. En waar ken je Kira van?
Van de fotoshoot. Van de fotoshoot? Welke fotoshoot? Oh, maar dan heb je wel een foto van Kira, of niet? Van ja. Heel ver. Ja, mama heeft volgens mij wel een foto. Melanie, jij foto. Ik ben nou heel benieuwd. Mama heeft de foto. Dat en is, ik ook. Ah, dat is Kira. En ik. Ja. Wauw. En zo Lissy laten zien van Jason. Ja. Lissy, nog een liefde? Ja, Lissy. Jason laat me Lissy trouwens. Lissy, geef je aan Jason. Ik heb het hier. Kijk, dat is nou echt de liefde, Pablo. Zie je dat? Wij zien het er ook soms. Ja, kusjes hè. Wij geven ook kusjes soms. Nee, dat mag niet, Lofiet. Dat mag niet, want dat is vreemdgaan. Nee, ik ga niet vreemd. Ik gewoon net sof. Toch een schapje, hè? Alsof. Hé, maar daar kunnen ze ook een mooi liedje van, hè? Van Pieter Liefda. Oh, ja? Ja, toch? Dat zingen jullie toch wij. Samen? Wij? Zullen wij even zingen? Ja! Ja? Met de Flappies is nee! Moet ik dan de muziek erbij aan? Nee, doen we zonder muziek. Zullen we Acapella doen? 1, 2, 3, en... Pieter Liefda. Ik doe alles met jou, Piet, lieve, dat ik jou vertrouw. Leef met jou mijn avonturen, ik hoop echt dat dit nog lang mag duren. Want het is Piet en lieve, dat kan harder. Het is Piet en lieve. Heel mooi hoor. Applaus voor jezelf. Erg goed gedaan. Ja, dan kunnen ze heel goed. Heel goed gedaan. Ja. Dan kunnen jullie echt heel erg goed zingen. Hij ziet het zo'n stoomboot kan ik ook houden. Zie je het ook op de stoomboot? Ja. Maar Jelisha, ik hoor je twee liefdes. Hoe is het met jouw liefdesleven dan? Heb jij ook een vriendje? Als dit de klas is. Heb jij een vriendje? Moeten we een schoentje zetten. Ben je ook verliefd? Dan... Oh mama. Nee. Op mij. Ja. Ben je verliefd, Jelisha? Op wie ben jij verliefd? Je komt uit stoomboot uit Spanje. Oh, op wie? Debra. Ben je daarop verliefd? Ja, zijn er foto's van? Als even de naam kwijt, maar we hebben de naam weer gevonden. Het is weer. Ja, Debra heeft gevraagd op de verjaardag of Jelisha met Debra wilde trouwen. Echt? Ja. Moeten we dat doen? Trouwen? Net als... Wij gaan dus ook trouwen. In de show gaan wij trouwen dit jaar. De Mijn Gezinsshow gaan wij dus het grote huwelijk doen, Melanie. Ja? Dus het trouwen hebben wij ook al een beetje ervaring binnenkort. Gaan trouwen. Ja, leuk. Het is zover. Ja. Het gaat gebeuren. Supermooi jurk. Ja, en een pak. Ik heb een rood pak gekocht. Jason? Nee! Met Jason? Het is klak! Met Jason is weg toch? Die zijn een verrassing gedaan of zo. Jason in je oor zien? Nee, er zit geen Jason in je oor. Nee, niet gevonden toch? Ik hoor een klok! Je had een klok hoor jij. Zit er een klok in je oor? Een klok in je oor? Even kijken, zit er een klok in je oor? Zie je een klok? We zien geen klok. Nee. Ik heb pa mama gezien. Echt? Is ze er weer? Mama is weg! Stelletjan! Wat zouden ze nou aan het doen zijn? Wat denk je? Verrassing aan de haar. Maar wat zou de verrassing zijn? Want ik weet het niet hoor. Ik weet het ook niet. Je ziet Sinterklaas halen. Sinterklaas halen? Nee, Sinterklaas die is er niet. Spanje, die is in Spanje, die is er niet. Misschien. Wij gaan altijd met halen. Als we naar de Friese soms gaan, gaan we niet naar Spanje, dan gaan we naar een ander land. Huh? En schat, ziet hij al een beetje stoer uit? Ja, zie je kapsel. Kijk, ja, met de kapsel, schat. Zou iedereen trouwen, denk je, Jason? Ik denk het niet. Nee, denk je niet? Hoezo denk je dat niet? Ik denk het wel. Sinterklaas geen lange neus, heb jij gewoon een lange neus? Jason, dat zeg je toch niet tegen Sinterklaas? Kom Jason. Oh, dat was bijna mij. Ja, kom maar gauw. Kom maar Sinterklaas. Shh. Ga maar aanbellen. Wat is dat nou? Jawel. Ja? Nee, die is in Spanje. Niet echt. Nee, die is in Spanje. Ja. Nee, Sinterklaas is in Spanje. Wat zeggen jullie nou dan? Sinterklaas! Sinterklaas! De peper! Opruimen snel! Opruimen! Sinterklaas! Opruimen! We gaan Zwarte Piet brengen, kom. Hij weet het niet. Shh. We gaan hem voor de kak houden. Ja, dat weet ik niet. Dit heeft
meteen eens opruimen, Sinterklaas. Ze hebben er een zooitje van gemaakt. Bezem, 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 bezem. Oh, bezem. Opruimen, opruimen, opruimen. Ja, is goed. Oké. Okay. Ja. Okay. Sinterklaas. Party, Piet. Sinterklaas, Sinterklaas. I love Piet. Daar is hij. Hoe kan dat nou? Hoe kan het hier zo'n rommeltje zijn? Sinterklaas, nou, we deden een challenge. Ja. Hè, dat hoort bij YouTube. Ja, precies. En er ging over vapenoten. Ja, Sinterklaas. Ja, Sinterklaas. Jullie weten dat heel veel kindjes in de wereld niet zoveel eten hebben. Wij verspillen geen pepernoten. Wij geven de kinderen juist de pepernoten die ze eten. Ja, maar Sinterklaas, kijk eens wat we hier hebben. Ja, kindjes. Drie kinderen. Ja, drie kinderen. Ja, drie kinderen. Eten jullie al die pepernoten op, lieve kindjes? Ja hoor, kijk hier. Is eet Sinterklaas, komt even binnen. Komt even binnen. Oh jee, paniek, Sinterklaas. Oh jee, Sinterklaas. Kijk die pepernoten, kindjes. Kijk hier dan. Wat een klein beetje rotzig maakt. Ja, maar echt een klein beetje. Echt een klein beetje. Al op zijn schiet. Ja, daar ben ik niet blij mee. Is het, het was. Jaden was het? Ja. Jaden. Jaden. Nee. Jaden. Nee, jij was het. Jij hebt het gedaan. Ja, Sinterklaas? Nee. Zij hebben het gedaan. Ik heb er helemaal niks mee te maken. Zij! Nee, ik heb het echt niet redden. Jaden, we kunnen dadelijk Love Piet en Partypie Pablo door stofzuiger aan de handen geven. Ja! Sinterklaas? Ja? Ik wil niet heel veel zeggen, maar ik vind jou wel een klein beetje raar uitzien. En hier zit ook een hele rare lijn hier zo. Ben jij ziek, Sinterklaas? Nee. Ben jij oververmoeid van Spanje, van de reis? Ja, het was een hele lange, lange reis. Met een vliegtuig. Je hebt toch geen mond, Sinterklaas? Jawel, dat praat ik door. Kinderen, geef in de reactie hier wat je ervan vindt. Is het een rare Sinterklaas? Of is het geen... Ik begin iets door te krijgen. Wacht eens. Ik zou je lachen. Waarom lach jij? Nee, 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 nee. Het is papa. Wat? Nee, dat kan papa. Niet. Papa. Wat is dit? Is dit... Pablo. Papa! Hallo, Piet. Wat krijgen we nou dan? Wat is dit? Wat is dit nou dan? Pupje! Wat denkt? Pak hem zijn hoed maar af, Zwarte Piet. Wat, wat zie je eruit? Oh, jij hebt al pergamenten. Mooi, hè? Wat zie je eruit? Ja, goed, hè? Lekker Harry Potter, inderdaad. Pergamenten zo'n baard. Grapje! Jij wist het? Ruben Koet. Ik heb je wel te pakken, hè, Partypiet. Ik vind het echt ongelooflijk. Papi, jou ook. Ik heb jou te pakken, hè. Ik vind het echt ongelooflijk. Ik snap er helemaal niks van. Net op stap dan. Het is een plastic staf, Ruben. Het is een plastic staf. Net echt, hè. Net echt, hè. Het is een plastic, staf. Kinderen. In de zak. In de zak. In de zak. In de zak! In de zak! Hé, hey, waar gaan we nog meer door? We kunnen papa in pakken en ze goed doen! Linksom, hier. Ja, ja hier ook. We gaan er even in. Met de papa! Ga er maar eens even in. Papa's. Ga er maar even in, Ruben. Janice, kom even eruit, schat. Nee, stel de papa's gaan met ons mee in de stoomboot. Hoog ja. In! Bukken, Ruben. Ja, we liggen. Bukken. Ga er maar op liggen. Ja, oké, wij gaan het slotband even dicht plakken. Nou, daar gaat ie hoor. Papa is te dik! Wat is dit nou? Ruben. Helaas, ik kan niet meer naar Spanje. Ruben, de nietjes hebben het begeven. Ja, nee, sorry. Dan moet ik toch in Nederland blijven. Ruben? Ja? Nee. Het is je vergeven, jongen. Ik vind het... Ja. Ik vind het acceptabel. Knuffel. Knuffel? Knuffel. Oh, wat lief! Oh, dan wil ik ook een knuffeltje. Ja, tuurlijk. Dat is gewoon echt een goede live streek. Ja, precies. Je ziet er wel, je kunt het ook hebben, moet ik zeggen. Nou, je kan zo voor Doris Paus, denk ik, ja. Mee gaat naar Rome. In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, Ruben. Oké, Pipa, sluit jij op? Vond je dit een leuke video? Geef een duimpje omhoog. Geef even een reactie wat je ervan vond. Daar zijn we erg benieuwd naar. En abonneer je op Good Life, want dan mis je nooit meer een video. En druk op de bel. Oké, de groetjes hè. Doei. Dag iedereen. Doei. Dag. Abonneer je op Good Life en vergeet niet op de bel naast de abonneeknop te drukken. Dan mis je helemaal niks meer.
Dus druk op de bel.